Vanaf vandaag kunnen de ruim 7000 asielzoekers uit de noordelijke AZC's die een verdenking hebben van het coronavirus of besmet zijn met het virus, hier achter mij worden opgevangen in het oude Nessio Hotel. 2 weken geleden waren we hier ook en zag het er nog heel anders uit. Maar in die 2 weken is er hard gewerkt en nu kunnen de eerste asielzoekers worden opgevangen hier. Ja, er is heel hard gewerkt om de ruimtes weer toegankelijk te maken en te zorgen dat hier asielzoekers kunnen worden opgevangen in isolatie en quarantaine. En dat vraagt natuurlijk weer extra maatregelen. Hoe ziet die opvang er precies uit? Nou, mensen worden hier in isolatie en quarantaine dus opgevangen. Dan gaat het over mensen die met corona besmet zijn of mogelijk met corona besmet zijn. En die twee groepen moeten ook goed van elkaar gescheiden blijven. En het moet natuurlijk veilig zijn voor de medewerkers. En we hebben ook allerlei maatregelen getroffen om te zorgen dat mensen ook op de locatie blijven. Het COA kan nu 32 asielzoekers met het coronavirus of een verdenking daarvan plaatsen in Haren, maar is bezig met een uitbreiding naar plek voor 100 asielzoekers. Toch is de locatie, ondanks een uitbraak in het AZC in Assen, nog niet nodig. Of we daar ook vandaag gebruik van gaan maken of de komende dagen is nog steeds onzeker, want dat hangt heel af van hoe het op de andere locaties gaat met daar in isolatie en quarantaine zetten van mensen. Het COA heeft ook strenge maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen het terrein gaan verlaten. Nou, niet alleen met hekken plaatsen, want we hebben ook veel beveiligers op de locatie rondlopen. En niet alleen rondlopen, maar ook zitten op bepaalde plaatsen, zodat ze goed in de gaten kunnen houden wat de bewegingen zijn van de mensen in de locatie zelf. En daar meteen op in kunnen springen door aan te geven dat mensen op hun gang moeten blijven of helpen met vragen die ze hebben. Dus, en er is COA-personeel aanwezig. Dus het gaat niet alleen om de hekken. Er zijn veel meer maatregelen getroffen om te zorgen dat mensen de locatie niet kunnen verlaten. Mocht de buurtbewoners vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met het COA via 088 71 53 950.